We zijn in het Nieuw-Holland in Zuid-Frankrijk en ook de Nieuw-Holland werktuigen worden hier getoond. We staan hier bij de ploegen van Nieuw-Holland die zich kenmerken door de rissers die een lage brandstofbehoefte hebben. Ploegen van Nieuw-Holland zijn leverbaar van 3 tot 8 schaar in zowel gedragen als halfgedragen uitvoering. Ploegen zijn ook uit te rusten met een hydraulische steenbeveiliging of een breekboutbeveiliging. Ook kenmerkend voor de Nieuw-Holland ploegen zijn de zeer slijtvaste slijtdelen. De rissers krijgen een speciale carbonbehandeling van maar liefst bijna 24 uur en daardoor hebben we ontzettend slijtvaste slijtdelen. Nieuw-Holland heeft grondbewerkingsmachines voor saaibedbereiding en stoppenbewerking. Stoppenbewerking van 3 tot 7 meter is zowel gedragen als getrokken uitvoering. Machines met verende, vibrerende en vaste tand is zowel 2, 3 als 4 rijen te verkrijgen. Daarnaast diverse mogelijkheden aan egalisatiewerktuigen en tenslotte een ruime keuze in rollen. We staan hier bij de SGX saaibedbereider, ook een onderdeel van de Nieuw-Holland grondbewerking. Deze machine is bedoeld voor saaibedbereiding om een exact saaibed te leggen. Een exact saaibed is ontzettend belangrijk voor het gehele groeiseizoen, zodat u een optimale oogst kunt waarborgen. Deze machine is beschikbaar in 3 breedtes, 5,40 meter, 6,20 meter en 7,90 meter. De machine is opgebouwd in 4 zones. De eerste sectie is bedoeld voor egalisatie. De tweede sectie zijn de rollen, die zorgen voor steun van het veld, wat dan direct de derde sectie is. Door middel van het veld met rechte tanden kunnen we een exact saaibed realiseren tot op de 2 centimeter. De laatste sectie zijn de rollen voor het aandrukken en verkruimelen. Uniek aan de SGX saaibedbereider is het hydraulisch systeem op de velden. De velden die compact zijn, zijn uitgerust met een hydraulische cilinder die met elkaar in verbinding staan. Op die manier krijgen we een unieke leveling van het saaibed.